Hey jongens, gasten, dit is Koen van TwoGamingNL hier. En welkom bij een hele bijzondere Minecraft video. Vandaag spelen we namelijk een hele oude Minecraft versie die we gaan bekijken. Vandaag zit ik namelijk op Minecraft InDev. En Minecraft InDev is een Minecraft versie uit, volgens mij was het 2009. Het was in ieder geval ergens in het tijdperk dat Minecraft nog aan het creëren was. En we gaan vandaag eens even kijken naar een aantal super vette features. Wat je me net zag waren een aantal instellingen waar we zo meteen nog wel eventjes wat meer op gaan bekijken. Maar ik wil eerst wel even focussen op de wereld in het algemeen. Waar we nu in rondlopen is een wereld van Minecraft in dev. Je ziet het ook links boven in beeld staan, Minecraft in dev. De wereld die je nu ziet is volledig gegenerate. Het is geinig, want dit ziet eruit als een beetje een wat meer stabielere versie van wat je normaal gesproken krijgt in Minecraft in dev. Ah, kijk, hier zie je al een klein beetje gekke shit. ja, dit soort dingen. Sommige stukken zijn nog gewoon hartstikke recht hier, oh. Zoals je ziet, random water. Hier zien we allemaal random zand, random dirt en what the fuck. daar zie je allemaal rare rechte blokken en zo. Niet echt heel erg veel verschillend van wat je eigenlijk normaal gesproken tegenkomt in een Minecraft-wereld. Maar Minecraft InDev komt als je andere versies van deze wereld uitkiest met hele rare generates. En dat zul je zien als je generate new level aanklikt. Zoals je ziet, je kan hier allemaal dingen instellen. Ik heb net het type ingesteld op Inland. Dat is de wereld die je nu om je heen ziet. Dat is gewoon een normale wereld. Maar je staat standaard ingesteld op Island en dan creëert hij gewoon een island. Floating, dan creëert hij een soort skyblock-achtig idee. En flat is het gewoon allemaal plat en inland, ja, dat is gewoon wat je nu ziet. Shape, dat is niet echt heel erg bijzonder of zo. Dat is, dat heb ik altijd gewoon op square staan. Dan krijg je gewoon een normaal aanziende wereld. Long, dat is, wauw. Dat houdt dus in dat je wereld in plaats van in de breedte gaat, in de lengte gaat. Dus dat gaat steeds langer worden. En size, dat houdt dus in hoe groot je wereld wilt hebben uiteraard. Dus daar kun je bijvoorbeeld op huge zetten. Nou, ik heb hem altijd op normal staan. Het thema, dat kun je zetten op normal, hell, paradise en woods. En we gaan zo meteen even ieder thema dat er is even uitproberen. Ik wil eerst wel eventjes de type werelden laten zien. We gaan bijvoorbeeld inland hebben we al gezien. We gaan al eventjes een eiland op. En ja, dat houdt eigenlijk gewoon in dat je op een survival island idee terechtkomt. Alleen het eiland is wel een heel stuk groter en je kunt ook veel makkelijker allemaal resources bij elkaar schrapen zoals je ziet. Het is grappig, want ik kom hier een hele hoop generates tegen zoals dat heuveltje daar. Dat ziet er nog wel redelijk normaal uit, maar dit is dan weer een beetje kapot zeg maar. En onder het zand zit ook maar gewoon een blokje dirt. Best wel geinig op zich. Nou, ik zal je wat leuks laten zien. Als je dit blokje trouwens weghaalt, dan zie je het zand niet met een hele mooie animatie naar beneden zakken. Het is gewoon letterlijk dit. Dat is wel geinig op zich. We gaan nog even naar de volgende wereld. We gaan naar een floating wereld. En zoals ik net al zei, dat is een soort skyblock-achtig idee. Dus waar we nu op zitten, is gewoon letterlijk een wereld in de lucht. En dan zie je ook allemaal van dat soort gekke shit. Allemaal gravel en zand, wat normaal gesproken niet hoort te vliegen. Het leuke is, ik zie daar nog een heel klein beetje. Ik ga er al even naartoe, dus zul je het laten zien. Deze wereld had vroeger ook nog geen save feature. Dus je moest het allemaal gaan doen met save level. En dan kon je hier al gaan saven en zo. Maar als je dan de game opnieuw opstartte, dan had je volgens mij niet de mogelijkheid om deze wereld opnieuw te gaan laden. Maar volgens mij was dat een ding dat nog ontwikkeld moest worden. Ik weet wel dat deze versie echt al een beetje een idee moest geven van wat de survival uiteindelijk moest worden. Oké, wat ik ga doen is, ik ga één blokje grind wel even weghalen hier al. En dan, oh wauw, dat is even een anticlimax. Kijk, nu valt alles meteen naar beneden en dan val je gewoon, ja, dan val je gewoon dood neer. Klinkt best wel simpel. En dan heb je flat, nou dat is gewoon net als in de superflat generates in Minecraft tegenwoordig. Alles is vlak, alleen dit keer kom je allemaal van dit soort bomen tegen. Minecraft InDev, het is mogelijk om hier te gaan survivalen, alleen het is wel wat moeilijker, aangezien je dingen zoals bedden had je nog niet in deze versie. Dus dat maakt het allemaal weer even een heel stuk moeilijker om dit te gaan spelen. Het is wel leuk op zich. Nou, nu gaan we wel eventjes ons focussen op de thema's. We gaan eventjes thema hel doen.
Een hel, dat is eigenlijk gewoon een beetje een soort van nether, wat je hier nu ziet. Dit is, dit moet een soort van nether voorstellen. Dit is de nether voor de nether, zeg maar. Volgens mij werd de nether er ook pas echt ingegooid in versie 1.5 of zo. Niet eens de normale 1.5, maar beta 1.5. Of misschien zelfs nog ergens in de alpha of zo. Ik weet het eigenlijk niet. Maar dit is echt een van de weinige werelden waar je volgens mij monsters hebt. Volgens mij stonden die ook aan hier. Difficulty zetten we heel eventjes op normal. Dan kun je als het goed is ook mobs spawnen. Want het is eigenlijk primair gewoon donker. We zien daar een varkentje lopen op een willekeurig eiland. Oh mijn god, dat is wel leuk. En zoals je ziet, in plaats van water is er overal lava. Dus dat maakt het allemaal weer even een heel stuk lastiger. Ik heb nog geen mobs gezien. Ik moet wel ergens laten zien dat je mobs kunt vinden in deze wereld. Nou ja, laat maar zitten. Oké. Paradise creëren. Dat is eigenlijk een beetje een wat overdreven versie van normal. Overal zie je bloemetjes. Overal zie je mooie bomen. Dat is, dan hebben we uiteindelijk de woods. En ja, dat is eigenlijk gewoon een enorm bos. Dus je spant hier in een enorm bos. En om de een of andere reden is het al donker. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar volgens mij klopt het niet helemaal. Zoals je ziet, overal bomen. Dus dat maakt het allemaal weer even een heel stuk makkelijker voor de survival. Maar goed, het is dus eigenlijk gewoon niet onmogelijk om hier te kunnen gaan survivalen. Misschien dat ik hier ook ooit eens een keer een serie van ga starten op Coon Place of zo. Maar dat weet ik eigenlijk nog niet zo goed. Dit is dus eigenlijk Minecraft in dev. En één ding wat ik eigenlijk nog wel even wil laten zien. Eigenlijk zijn er nog een paar dingen die ik wil laten zien. Dus dat zit wel helemaal goed. Want dan kunnen we deze video nog een klein beetje gaan opvullen. We gaan nu eventjes een nieuwe wereld maken. En die maken we even inland. Creëren. Hoe groter je de wereld maakt trouwens, des te langer duurt om de wereld even te gaan generaten. Ik ga jullie wat leuks laten zien. Er is namelijk een einde. En het einde is nog niet zo heel groot in deze versie van Minecraft. Tegenwoordig heb je echt een border die tegenwoordig echt gewoon een paar honderd miljoen blokken of zo van je vandaan zitten. Dus ja, je bent eigenlijk... je kunt eigenlijk wel stellen dat de wereld eigenlijk oneindig groot is in Minecraft tegenwoordig. Minecraft in dev heeft een best wel grote limiet aan hoe groot je de Minecraft wereld hebt. Ik zou het gewoon wel even laten zien. Dat begrijp je misschien wat makkelijker. Het geluid staat trouwens echt pokhard. Dat heeft ook te maken met dat je het geluid niet kon gaan instellen vroeger. Dat is best wel bullshit, maar oké. Ik ga het wel even laten zien. Zoals je ziet, we hebben hier één enorm vlakte. Wat je tegenwoordig ook tegenkomt in de Super Flat World. Volgens mij was deze wereld ook een inspiratie daarvan. En als je hier naar beneden graaft, dan zie je hier een beetje bedrock. En dat betekent dat dit hier het einde van de wereld is. En als je geluk hebt, dan zie je het allemaal. Is dit allemaal een stukje dieper. Je ziet het allemaal wat beter. Nou, je kan hier naartoe. Er is niks dat je ervan weerhoudt om hier naartoe te lopen. Alleen als we even goed naar mijn voetstappen luisteren. Dat gaat steeds een stukje langzamer. En op een gegeven moment, als je steeds verder en verder loopt, daar naartoe. Dan kun je op een gegeven moment ook gewoon niet meer verder lopen. En als ik dan W loslaat, dan word je teruggeduwd naar de wereld. En dit is ook wat een hele hoop mensen hebben gedaan. Een hele hoop mensen hebben hiermee geëxperimenteerd. Mijn arm is zwart trouwens, dus dat zo meteen ook even zien wat er gebeurt als ik op F5 druk. Want die functie zit er ook nog steeds in. Veel mensen hebben dit ontdekt, dat als je hier naartoe gaat en je laat je W op je, in dit geval dus mijn S-pijltje, los. En ik ga lopen, dan ren je. En volgens mij is dit ook inspiratie geweest voor het renmechaniekje in Minecraft tegenwoordig. Dat wilde ik gewoon nog even kwijt, vond ik even leuk. In Minecraft in-dev was er ook nog geen skinsysteem beschikbaar. Of misschien was die er wel, maar was die volledig geglitched. En daarom heb ik dus een zwarte arm. Ik heb geen zwarte skin uitgekozen. Mijn poppetje is gewoon helemaal zwart. En als je loopt, dan zwabberen je armen alle kanten op. Ik vind het wel even leuk. Ik vind het wel een leuk iets. Maar Minecraft in-dev is vooral leuk als je een beetje... Als het een beetje leuk vindt om zeg maar een beetje te gaan experimenteren met oude Minecraft versies zoals deze. Ik ga nog vaker dit soort gekke shit laten zien op mijn kanaal. Zodat je nog meer super toffe dingen in Minecraft hebt. Minecraft is sowieso wel een ding dat ik zoveel mogelijk wil gaan doen op 2Gaming.nl. Alleen niet in series zoals
survival en zo. Dat ga ik allemaal een keertje doen op mijn Let's Play kanaal. Gewoon voor de leuk ooit een keer. Dit kanaal is gewoon voor de wat random Minecraft video's voor de lol. Zoals Skywars en allemaal van dat soort gekke minigames. En van dit soort random shit. En misschien zijn custom maps ook wel eens leuk om even te doen op het kanaal. Maar ja, dat is allemaal weer voor latere zorg. Voor nu wil ik jullie allen bedanken voor het kijken naar deze video. Als je hiervan hebt genoten. Oh ja, ze hadden ook nog rozen en zo op deze game. Volgens mij hadden ze nog geen item tags. Nee, die hadden ze nog niet. Dus volgens mij hadden ze deze bloemetjes en zo nog helemaal geen naam gegeven. Oh ja, ze hadden natuurlijk ook deze dandelions die ze tegenwoordig noemen. Oh ja, dit noemen ze natuurlijk Poppy, maar oké, dat maakt niet uit. Als je van hebt genoten, doe dan even dat duimpje omhoog. En voor nog veel meer super toffe gameplays, abonneer je op ToGamingNL. En dan zeg ik tot de volgende keer. Doei!